Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Ik zeg altijd Satis Baldeusin. Goed uitgesproken. Nee, maakt niet zo. Nee, dit moet het keer. Zolang die bal er maar voor staat, dan weten we dat het gaat rollen. Is dat dus. Boom! Ja, kijk eens aan. Dat is de makkelijk. Santiago Jiménez. Dat is mooi. Daar heb ik de spits van Feyenoord, no? Mexicaan. Ja. Als ingezetene van Rotterdam kan ik ook niet anders zeggen, toch? Hoeft niet. Ik ben voor Rotterdam, maar die andere club heeft mijn voorkeur. Maar Limon, dat terzijde. Je volgt wat er gebeurt in Suriname? Nou, beter weinig hoor. Echt waar, interesseert mij niet zoveel. Ik had een oom hier op bezoek afgelopen week. Die had wat bericht over die zoon van Santoki, die ziekeling. Dus daar, maar ik liet me een app van die mevrouw Pokino van CBB afluisteren. En die gaat popie op iets. Ze zijn zo laag ontwikkeld dat dat ze zichzelf in hun eigen been schieten. Door te zeggen, en dan wat ik gehoord heb hoor, ik heb het niet verder omdat ik het lachwekkend vond. Om aan die, kijk, ik ga geen, want mij hebben ze in Suriname te vaak Jung genoemd, dus ik ga dat niet iemand anders labelen, zo, weet je. Maar dat hij, zoals Santoki heeft gezegd, dat hij wat problemen heeft, zijn zoon, heb ik het over. Trouwens, valt me op dat de presidenten van Suriname hun zonen allemaal problemen hebben. Dat willen we ook wat zeggen, maar ik hoor ook bedragen, dat mocht ik ook lezen, waarvoor hij daar geposteerd is als ik. Wie had dat weer gezegd? Dat ben ik even kwijt. Belfort. Oh ja, Belfort, maar die is ook zijn eigen show aan het voeren. Maar goed, het zijn allemaal leuke grappenmakers in Suriname. Maar even Pokkie aan, even aanhalen. Zij zegt, ik heb jou in andere wijze van, woorden van gelijke strekking hoor, geholpen. En daar gaat het mij om. En dat stukje, klassificeert ze zichzelf daarmee. Welk argument ze daar nou ook aanhaalt. Juridisch gezien, voor mij is belangrijk dat ze zegt van, ik heb jou eerder geholpen. Dat wil zeggen, indien er sprake is van zaken die dagelijks nog niet mogen verdragen, of correctieve handelen, bla bla bla, dat je daaraan hebt meegedaan. En niet. Verder wilde je het niet, en je wilde jezelf je tuintje schoonvegen. Ja. En daar heb je jezelf verraden. Kijk, en daar zat ik met iemand... Nee, maar iemand helpen hoeft niet altijd verkeerd te zijn, hè? Jij pakt het gelijk. Je mag verkeerd. Dat niet. Ja, natuurlijk. Stel je eens voor dat de burgemeester... Uh-huh. Wacht, mij belt. Ja. Pas het is, ik stuur iemand van Marokko... en je moet hem eventjes een geboorteakte... of je moet hem inschrijven. Dat gaat niet. Wie de hel ben jij? Wie de hel is de burgemeester? Het zijn regels waaraan je moet houden. Daar hebben we met elkaar afgesproken dat een samenleving geordend wordt door stel- en spelregels. De stelregels zijn de formele en de materiële wetten. Ja, maar jij weet niet waaruit die hulp bestaat, hè? Ik heb dan moet geholpen. Je het niet zo, want dan moet je het verduidelijken. Want nu heb je het opengelaten voor algemene interpretatie. En dat wil voor mij zeggen, en het is niet vreemd op zich. Want als iemand in Suriname, ik heb iemand ook gehad van, ach, die CBB, en dan hoor je dat. Je geeft $200 als voor je is geregeld. Dan begint bij mij, en dat wordt te vaak gezegd, en ik heb ook heel veel kennis moeten talen. En ik weet dat er, kijk, dan zou het toch onmogelijk zijn dat er zoveel met Surinaamse paspoorten die zogenaamd schaars zijn gefraudeerd worden. Dat ook naar buiten is gekomen. Hoe is dat dan mogelijk? Wie tekent daarop? Ja. Dus daar heb je schijn tegen. Maar dan moet je rigoureus een bepaald beleid voeren. Van jongens, kijk eens aan. Hetzelfde, als ik even mag extrapoleren naar een ander beleidsgebied. Wanneer
wij zeggen van mensen zitten te loeren om gronden van mensen te kapen. Toch? Dat is algemeen bekend. De mij wacht ik te was maar dit. Dan de mij vraag ik erom aan. Ja. Of was aan verloop. Maar een echte overheid, een echte DC, een echte ministerie, het draait in belang voor een volk, voor een persoon, want daarvoor zitten ze daar, zo iemand, en dat is de juiste manier, om die man te waarschuwen van, hey, of de familie, of de persoon, of de mensen die daarop gebouwd hebben, of te waarschuwen van, hey, uw titel gaat verlopen, alsjeblieft hernieuwen. Alsjeblieft je legers betalen en hernieuwen. Want iemand investeert daarin, toch? Daarop, toch? Als die grond in cultuur is, hè? Precies. Maar als je 40 alle regels voldoet... Het is als je 40 jaar lang om grond hebt gehad. Je hebt nooit iets meegedaan. Maar dat is een ander verhaal. Mag het aan iemand anders gegeven worden die wel iets mee wil doen? Nee. De regels zijn in Suriname zo. En zijn vaak gronden en moesten van de staat teruggetrokken. Ja, dat bedoel ik toch? Het gaat terug naar de staat. En de staat aan iemand anders uitgeven. Die is naar grond, zat er maar in wachtie. Want dat is toch even volgaan nieuws over het algemeen. Mm-hmm. Van asma, dede, of asma nog verlengatori. Dan wij actie aan. Kijk, je hebt ook een generatie analfabeten. Wie man nou analfabiet? Dan dien jij de mensen als verantwoordelijke overheid duidelijk te maken van, hé mevrouw, meneer, uw titel op uw grond zal verlopen. Alsjeblieft, dat verlengen. Begrijp je? Dat is toch logisch? Dat gebeurt toch ook hier? Als je belastingaangifte niet juist is gedaan, krijg je toch netjes een brief van de belastingen. Van meneer, u heeft daar gewoond of daar, u heeft dat niet netjes. U heeft tot september de gelegenheid om dat recht te trekken. Is dat niet zo? Ja, maar dat is Nederland. Nee, maar gewoon, ik probeer een overheid. Kijk, we kunnen daarover. Maar ik praat over hoe onrecht op alle niveaus in het land. En dan gaat Santokki daar te VN praten over beloftes die door wereldleiders... Ik denk niet dat het gaat om gronden die waarop gebouwd is of in cultuur. Ik heb veel meegemaakt in de afgelopen jaren. Ja, dat gaat. Dat zou te triest zijn. Ja. Iemand heeft een huis erop Het is toch dubbele uitgifte. Wow. Bereidsverklaringen, daar wordt mee gesjoemeld, toch? De boys zitten daar te door mijn kantoor te loeren, toch? Ja. Nog steeds? Nee. Dat gebeurt zo vaak. Mm-hmm. Dat heb ik heel vaak meegemaakt. Ik heb mensen die uit het leven zijn gestapt om die gedoe voor regeringen. Ja? Ja, dat nou was aan op zeker, omdat in onze buurt van Pohanica, Lelydorp... Je kent iemand die zelfmoord heeft gepleegd. En dan een paar mensen zelf. Om de regering? Ja, ik heb mensen die van Brokkie jompen. Zei dat? Sorry. Waarom niet? Omdat de man gewoon allemaal lasse niet. Door een corrupte ambtenaar? Door corrupte verhandelingen, ja. Ja, dat... Okay. Ik ken ook heel veel mensen die met regeringsfunctionarissen hun vernietigd hebben. Mensen die zelfs te zeggen hebben door te doen van mensen zelfs vernietigd zijn en rigoureus de hand aan zichzelf hebben gelegd. Ja, is aan die Sipsa. Het is niet vreemd, toch? Zou je denken? Ja, nee, ik denk meestal het is meer in de... In de familiesfeer. No. Er zijn heel vaak... Waarom heb ik op de radio vaak gezegd? Ik zie het niet snel gebeuren dat de overheid iemand zodanig tot wanhoop drijft dat hij zelf een kant maakt. Jawel. Ja? We hebben zaken meegemaakt. Er is veel... Kijk, het is een... moderne communicatie en social media sta ik aan door. Maar daarvoor, toen het nog in de kinderschoenen is, er wordt heel veel onder tapijt gemoffeld. Maar wij horen dat. Ik bedoel, ik ben er langer dan bij. Ik is een ander leven van mij geweest. Maar ik kom van territorie toch. Okay. Maar ik kon naar de ellende naar je tap. En dan hoorde je die tories en dan is het niet leuk geweest, nee. Nee. Maar het is doorgegaan en ik vind het... Nou ja, kijk,
dan heb je een Santokje die daar... Ik kan deze mensen geen presidenten noemen of zo. Het zijn voor mij simpele zielen. Omhooggevallen zielen in een bananenrepubliek. Zoals ik het kenschets. Dus het zal aan mij liggen waarschijnlijk. Die dan naar VN gaan en weer als een ezel zaken naar voren halen. Nou ja, ik heb de belediging voor een ezel. Laat me netjes houden. Dat wereldleiders zich niet houden aan hun beloftes, bla 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 bla. Ik bedoel, dan ben je toch, dan leef je toch in een ander planeet, andere dimensie. Dan leef je toch in een andere wereld. Hetzelfde wat jij gedaan hebt met je eigen volk, ga je andere mensen van betichten. Shame on you. Wat heeft hij gedaan met zijn eigen volk? Nou, hij heeft toch zoveel beloofd en zoveel gedaan en zoveel. En voilà, de realiteit is daar, hè. Dus het zijn simpele zielen die niet de waarheid hebben verteld om aan de macht te komen. En believe me, zoals ik je al vaker heb gezegd, voor mij is het niet uitgesloten dat hij nog mandaat voor 5 jaar gaat krijgen, omdat hij een monsterdeal gaat sluiten, met name met de NDP. Oké. Dat is voor mij logisch. Dat is niet uitgesloten, tegen alle wil en tegen alle moraal in, dat ook in zijn pocket, in zijn pocket, dat hij ook wellicht op verzoek van het Hof misschien vielleicht, om in goed Duits te zeggen, ook gratie gaat verlenen aan Boutersen. Dat is allemaal mogelijk, dat is allemaal. En dan ben je de held, want het is wel hoogst opmerkelijk dat ik de laatste tijd heel veel, heel weinig verzet vanuit de NDP richting de VHP merk. Omdat monsterverbod, en dat was al de bedoeling. Dat had al een of ander, weet je nou weer, kippenboer aan mij, een van de belangrijkste mensen van Santokje zo blijkt, al doorgegeven dat dat de bedoeling al was. Dus voor mij is het niet uitgesloten en het lijkt me toch reëel dat de VHP en de NDP samen gaan, waarbij, want de arrogantie spat er vanaf en zelfvertrouwen. Dus voor mij is het waarlijk duidelijk dat Santokje nog wellicht 5 jaar met sirenes mag rondzwaaien. Oké, mooi. Maar je zegt, de NDP valt VHP niet aan omdat er een monsterverbond ergens getekend is. Wat zeg je? Nee, je zegt de NDP valt VHP niet aan nu, omdat er een monsterverbond ligt. Nou, dat was een tijdje geleden, was het schering en inslag. Nu merk ik, tamelijk als ik naar Jenny Simons, Bova, die gasten, dan is men tafoepoe, om het maar op zijn Surinaams uit te drukken. Wat vind jij zelf van de oppositie? Ik merk geen oppositie. Nee, dus dat wil ook wat zeggen. Hè? Dat bedoelde ik op. Er is weinig oppositie. En kijk, een mens gaat zich verder ontwikkelen. En ik leef hier. En ik zie de wereld ook een beetje anders. En daardoor kan ik... Kijk, ik kan me nu niet voorstellen dat ik bijvoorbeeld Cedric van Samson heb ondersteund op parlementariër. Of dus mensen... Het zijn... Niet, totaal niet waar, deze mensen. Er zijn intellectuele paria's. Het enige boeken wat ze gelezen hebben zijn Siska en Wiske. Zij weten niet wat over ze praten. Ze weten niet hoe de dienstverlening geordend moet worden. Ik kan me niet voorstellen om het simpel te houden, in mijn vakgebied te houden, waarvan ik toch pretendeer redelijk verstand te hebben, is het bestuurlijke, dat een uittreksel halen nog zoveel moeite kost en zo goedkoop is. Dat kan ik me niet voorstellen dat in Suriname, ondanks dat er zoveel rodders met dat social media, dat kunnen mensen blijkbaar heel goed bedienen. En in een tijd waarop ik een cv zo kan opstellen met ChatGPT, dat je online dat niet kan aanvragen. Dat het betalingsverkeer nog zo primitief is. Dat je dat,
dat zijn zaken waar aan een overheid zou moeten werken om je samenleving sneller, rapper, productiegericht te maken en efficiënt te maken. Maar het blijft hetzelfde. Kijk, hoeveel je, als je papieren nodig hebt, hoeveel je vanuit het binnenland moet komen naar de staat, wat de kosten allemaal. Dan heb je bijvoorbeeld een kostenbatenanalyse, daar is het. Als je nog op Pool woont en je moet dan een uittreksel halen. En ik kan het online met een belastingnummer. Dan kunnen ze zo iedereen heeft toch een belastingnummer in Suriname. Dan kan je zo koppelen en zo invoeren, toch? Ze werken toch met Nederland. Wat voor kaskoppen hebben ze daar? Hebben ze het belastingsysteem nog niet hervormd? Kunnen ze een zogenaamde DigiD-nummer, dus een belasting, een burgerservice-nummer niet invoeren? Dat het persoonsgebonden is. Dus dat zijn die zaken waar ik met verbazing nu naar kijk. Van werkelijk, het is nog. We zijn alleen maar bla bla bla, alamassabi, geweldig. Kijk, en dat kan ik nog meer met een beetje. Maar bij de overheid kan je toch giraal zaken regelen? Financieel. Ja, maar blijkbaar de punten waarop ik aan heb gehad, het bestuurlijke, dat gaat niet. Kijk, Ik denk niet dat de overheid gaat zitten wachten met contant geld komen om te betalen. Als je DC's hebt, kijk, ik ken die man, Gulaman bijvoorbeeld van Lelydorp. Deze mensen, leuke jongen in de omgang. Totaal niet geschikt. Ik weet niet of die man boed of chauffeur was of zo met een droom om Prado te rijden. Deze mensen hebben het gewoon niet. DC daar van leiding en zo. Kijk, het bestuurlijke. Ik zit. Maar hoe zijn ze DC geworden als ze totaal geen verstand hebben? Of gewoon politiek. Vliegen die dan de restant van snoep of van stroop oplikken. Ja. Maar voor de rest is het niet, dus daar kan je niets van verwachten. Ik bedoel, ik ben 50 plusser. En ik ben nog steeds bereid om in het bestuurlijke elke dag te leren. Om je eerlijk te zeggen, ik zit nu om cao's te bestuderen. Hoe vaak van kaan komt. Hoe je artikel 656 BW, je bent bereid in het bestuurlijke verder te leren. En te weten van, waarmee ik bezig ben en hoe ik mijn burger het beste kan dienen. En wat voor informatie. Ik zeg jou, het beste, en ik merk dat Nederlandse bedrijven in Suriname zijn, onderschat, en dan meen ik echt, bol.com is in Suriname, een deel van Eneco, die mensen die klantenservice ervaring hebben, zou jij als overheid moeten recruteren om de CBB aan de front office. En de verschillende staatsbedrijven die onbeschaafd zijn als EBS, Telesuur. Deze front office medewerkers heb je nodig, omdat ze de opleiding voor hebben. Je moet je burger kunnen. Dienen is niet het goed woord. Je moet ze het beste kunnen helpen. Want iemand komt met een vraag. En elke vraag moet je kunnen oplossen. Als het niet kan, heeft de burger altijd het recht om een informatieverzoek om een klacht in te dienen. Klaar, punt uit. En je kan je wetgeving hebben, Suriname heeft prachtige wetboeken. Wetgeving ziet er prachtig uit. Maar die mensen zijn niet geschoold, praktisch niet geschoold genoeg om dat zulks te doen. En dat merk je gewoon in praktijk. Kijk, je bent toch niet ziek wanneer je hoort van, we gaan olie pompen, fossiele olie. Terwijl de transitie, en dan weer transitie vooral in Amerika plaatsvindt naar EV, elektrisch vehicle. Maar goed, het zal er nog vraag voor hebben. 2028, wanneer leven we nu? 2023. Ja. En dan ingezonde 2029. Stukken. Ja, maar merk je niet van ons? Ingezonde stukken. Hoe het geld verdeeld moet worden. Het moet aan het volk toekomen. De stabilisatie van ons. Hé, brada, de man. Maar is er niks mis mee om nu alvast een plan te hebben wat je mee gaat doen?
het gaat niet om plan. Staatsolie en de mensen of, die erover gaan, moeten hun plannen hebben. Hoe doe jij het? Jij maakt je plan als je salaris binnen is? Nee. Nee, toch? Je plan, ik heb het over die ongezonde stukken van mensen, wat er allemaal moet gebeuren, terwijl er totaal nog geen sprake van is. De stakeholders, waar het gaat, staatsolie, die moeten ervoor zorgen dat die dingen in place zijn, de kennis. Maar het zijn, iedereen is nu ineens oliedeskundige geworden. Dat geld moet dat soort money. Ja, money de. Money komt toch? Ja, zo hebben we ook gedacht, altijd gedacht. Ja, money komt, kom ik niet spenderen. Kom ik niet zet dat. Laten we beginnen te kijken wat er moet gebeuren. Wat slim zou zijn. Mm-hmm. Is even schuin te kijken naar Guyana. Hoe Guyana het geld besteedt. En waar het fout daar. Vooral waar het fout gaat om, het soort, om dat niet te doen vooral. Dat zou slim zijn. We zijn langer in de oliebusiness dan Guyana. Ja, wij hebben meer ervaring. Dus ik heb meer trust in staatsolie. Maar er wordt al daar gevochten. Het lijkt een familiebedrijf nog? Nou, ik weet niet of het familiebedrijf is. Geen verstand van. Maar niet dat om in Djougou even in de plaats. Nou mag die opbieging kon, die zo opbieging kon. Dat die mensen hebben redelijk verstaan. Nee, omdat je daarmee fit is, daarmee breken, familiebedrijf toch? Want, ja, het zal wel. Is die vrouw van Santokki nog daar? Ik denk het niet. Nee, is ze er niet meer daar? Oh, oké. Okay. Want ik dacht misschien, hier zou ik smeerolie of aardolie ergens gesmeerd. Maar goed. Nee, maar kijk. Dus dat is het zo in het algemeen. Voor de rest volg ik het niet echt. Maar tot de besluit, jongen. Je hebt, ik neem het laatste Surahse nieuws netje door. Het laatste item. Meneer Mahinder Prasad Joggi. Hoe ken je die man? Ken hem. Ik ken hem. Dat is een groot woord. Die man is toch altijd een mysterie gebleven voor ieder. Even groeten op Waffel. Hij pretendeert altijd een mislukte, je weet, Honduras is, er is veel geëxperimenteerd daarmee. Dus hij is zo'n, zo'n Pitbull XL probeert hij altijd te zijn. En er is altijd wat over hem gezegd als het over grond gaat. Maar de vraag is, wie heeft dat wel bewezen of iemand het initiatief genomen om voor het gerecht te slepen, dat is niet gebeurd. Dus ik kan niet zeggen, hij zal, omdat hij voor, en dat is nou één, dat is nou wat ik altijd die geageerd heb. Ik heb altijd gezegd, bestuurders, assembleeleden, et cetera, mogen geen domeingrond krijgen. Die verdienen geld genoeg om eigendomspercelen te kopen, want ze hebben voorkennis. Ze hebben een minister daar. Wie is er assembleelid om voor mensen wat te gaan organiseren? Zo begint corruptie. Mensen moeten het netjes aanvragen. En de departementen die erover gaan, moeten het in orde maken. Toch? Al dan niet. Logisch. Je bent assembleelid. Je moet de regering controleren. Je hebt een controlerende functie. Je hebt ook een onderzoeksfunctie als zaken fout gaan. Maar deze mensen lopen ministeries af en ze hebben voorkennis. En daar gaat het fout. En zo zien de uitspattingen na zoveel jaren, boem, en dan gebeurt dit toch. Ja. Kijk, daarom zeg ik van, hey, your household, vooral waar je groot huishouden is, moet je nooit door iemand laten controleren. Kijk, wat gebeurt er? Dat is voor jou sprak ik met Aziz Gardin, hij is fractieleider van de VHP in de assemblee. Ik vroeg hem of hij niet aan gedacht heeft van, om Joggi even buitenspel te zetten. Dat, zoveel ruis. En imago schade te beperken of te repareren, niet te beperken, te zorgen. Maar. Als er een, kijk, als er, het bestuurlijk is wat anders dan een bedrijf. In een bedrijf zou zo iemand per direct op een non-actief worden gezet. Nou, ja, ik denk juist in het bestuurlijke, juist in het politiek word je sneller. Ik weet niet of je een assembleelid. Zo zonder een, ik weet niet, qua formele regio, nee, of je assembleelid kan schorsen, of hij moet formeel in staat van beschuldiging worden gesteld. Dat weet ik niet zo precies. Ja, maar je kan hem ook vragen om die eer aan zichzelf te houden, als partij.
Dat kan, maar dan heb je de stelregels die dat niet toelaten. En daar schort het waarschijnlijk aan. Ja, natuurlijk mag je als assembleelid mag je wel bedanken, hoor. Ja, logisch. Ja, dat is dat. Mag wel bedanken, maar het is een beetje te laat, hè? Weet je niet? Nou, het is nu. Het moet kijk, nu. Kijk, ik ga een simpel voorbeeld geven. Als je te veel macht en dat toelaat. Kijk wat met Ajax is gebeurd. Als je een man met een zwak bestuur één persoon te veel macht geeft over spelers, over een hele rijlen en zeilen. En dan spat het elkaar, hè? Krijg je. Mooi afsluiten. Ik dank je voor... is er nog iets in het Surinaams? Ik bedoel in Suriname. Ik wil jullie even feliciteren natuurlijk. Dankjewel. Wat ben je jarig radiostaf. Vast alweer bij Weride. Ik had niet verwacht... Dat ben ik wel enigszins geschrokken. Dat die arrogante... intellectuele paria Albert Ramdin zo slecht zou zijn qua output. Dat had ik niet verwacht. Dat heeft me enigszins wel verbaasd. Hoe slecht? Hoe bedoel je? Wat heeft hij gedaan? Nou, in zijn performance als toch de tweede man van Santoki en de man die het beleid zou moeten vorm moeten geven en ook moeten verkopen. Hij is een slechte salesman en hij kan het gewoon niet. Dat had ik niet verwacht van iemand die bij OAS nog gezeten had. Waarschijnlijk als een desk manager. Ja. Maar dat had ik niet verwacht, moet ik je eerlijk zeggen. En die heeft mij ernstig teleurgesteld. Ik vind hem te groot voor een servet, jammer genoeg te klein voor tafellaken, sowieso. Maar wat ik erg vind, zoals Amerika on the threat van Donald Trump qua democracy is Suriname onder threat van het terreur van onder andere. En dat vergeten we vaak. Brunswijk en Co. En we praten er heel weinig over, maar alleen het feit dat ze die voortvruchtige Bordeaux, of hoe die man zich noemt, dat het lijkt en nog in de picture komt om zaken te verdelen aan schoolkinderen. Ik bedoel, hoe haal je het in je kop? Hoe kan Suriname, waar 80%+ van alle strafbare feiten worden opgelost? Je moet de Surinaamse politie kapitale delicten niet onderschatten. De meeste moorden, etc. zware delicten worden wel opgelost in Suriname, hoor. Dat zij niet in staat zijn om een maffiabaas, welke wat hij is, en zodanig zichzelf heeft doen voorkomen als Bordeaux, Martinus nog weet ik veel hoe hij heet, om niet op te pakken. Dat doet mij maar wel. Maar hij gaat toch niet over? Dat gaat toch... Nee, maar dat je zo'n partij, dat je als partijleider, als Brussel, het komt wel in orde. Wie de hel ben jij? Ja, maar het is niet aan hem om borden op te pakken, toch? Dat is toch nee, maar dat je dan... Wij krijgen het gevoel dat je hem beschermt. En dat moet je niet doen. Je kan geen uitspraken hebben van het... Ach, we regelen het wel. En ik wil... Ik ben benieuwd waarom het openbaar ministerie hierover niet naar buiten komt... van hoe kunnen ze een simpele crimineel oppakken? Ja, is het gekomen dat die man blijkbaar getipt is... dat hij, voordat er inval werd gepleegd, dat hij voetsie was? Ja, maar dat gebeurt vaker, denk ik. Maar dat heeft... Er is ook corruptie. Maar er is veel corruptie, ja. Ook wat die Braziliaanse raven, of hoe dat ding heet. Mm-hmm. Maar goed, ik ga je niet langer op. Ik dank je voor je tijd en medewerking, Satish. Nou, ze met Takamadi. Nou, houd maar op, Satish. Helemaal goed. De groetjes. Groetjes. Niet te verwarren met Satish. Bindraban. Dit is geen Satish Bindraban. Dit is nou Satish. Hi boy. Boom. En hij is altijd hier, onze Mattie. Live. Radio. Wat doen we nu? Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.